Yo, het is Tito weer en er zijn weer een nieuwe aflevering van Minecraft. In deze aflevering gaan we een mooie paardenstal maken. Of gewoon een schuur, het is net hoe je het wil indelen. Ja, ik heb hier gewoon de basis weer. Dit huis is wel heel erg groot geworden, maar dat maakt niet uit. Niet getreurd, want we gaan even binnenkijken. Ja, wat heb ik ervan gemaakt? Ik heb hier een aantal mooie paardenstallen gemaakt. Ik heb de eentje heb ik gedecoreerd. De rest kunnen jullie zelf decoreren. Dat is niet nodig als ik ze allemaal decoreer, denk ik. En ja, je kan hier lekker inlopen met je paard zo. Hop. Loop je lekker naar binnen. En dan kan hij lekker stro eten, hooi eten en wat water drinken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken om dit ook mooi te maken. Geef weer de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En here we go. Yes, hier gaan we dan. Oké, ik gebruik de cyaangeharde klei weer. En dan gebruik ik aan de grote kant van het huis, zeg maar. En dan leggen wij als eerste één blok. En dan gaan we 25 die kant op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, 25. En dan maken we de even breed als het huis. Dus tot met hier zo. Ja. En dan gaan we weer helemaal terug. Back in action. Zo. En dan laten we 2, laten we er open. 1, 2, 1, 2. Oh, daar zijn er 3. Dus die moet even weg. En dan 1, 2. Laat de 2 open. En hier zetten wij 2 mooie poortjes neer. We zetten dan 3 hoog. Ja, doen we gewoon zo. Volgens mij kun je hier wel met je paard doorheen. Zo niet, dan moet je even nog eentje hoger maken. Excuus voor dat, als dat niet zo is. Oké, dan beginnen we aan de zijkant. Doen we 1, 2, 3, 4. En dan hebben wij 1. 2, en dan is het hier 1, 2, 3, 4 op de vijfde. Doen we de 1 en dan gaan we steeds door op de vijfde. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, nou 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dan krijgen we mooi dit. En dan aan de andere kant doen we eigenlijk precies hetzelfde. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ik zit er 1 naast. 1, 2, 3, 4. Ja. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Oké, als we dat hebben gedaan. Dit worden al ja, mooie stalletjes, zeg maar. Dan hebben we 1, 2. 1, 2. 2. En door aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Deze kant ook en hier niks. Oké, als we dan hier tussenin overal houten deurtjes neerzetten. Zo. Dan hebben wij hele mooie paardenstallen. Yes. En zo, deze gaat hier, deze komt hier en hier. Oké, dan hebben wij 1, 2, 3, 4. Dan blijven we weer, zeg maar, weer doorgaan met een rijtje erbovenop. Andere kant doen we precies hetzelfde. Zo. Deze kant ook. En de laatste aan deze kant. Oké, dan pakken we de ijzeren hek en die zetten we op de houten planken neer. Zodat je er doorheen kan kijken, zeg maar. En dan gaan we. Nee, niet zo. Die gaat weg, die gaat weg. En dan gaan we dit nog een keer doen. En zo. En dan één er bovenop. Dat trekken we helemaal door. En dan doen we weer bij elke stal weer
Een mooie laag er bovenop. Zo, en dan deze trekken we helemaal door. Dit hier, ja. Komt hier ook weer een mooie dingetjes er bovenop. Dan pakken we de houten hek en dan doen we 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ja, dan worden de raampjes. Hier ook. 1, 2. 1, 2. Oh. Hé, dat ging niet helemaal goed. En hier ook niet helemaal. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dan mag de pret niet drukken. Nee, nee. En dan doen we 1, 2, 3, 4 erbovenop. Dan gaan we hetzelfde als het huis, zeg maar. Zo. Op dezelfde hoogte. Deze komt deze kant op. En deze gaat hierheen. Zo. En dan vullen we dit ook gewoon helemaal in. En dan hier de bovenste rij doen wij zandsteen. Je mag natuurlijk ook een ander soort steen gebruiken. Dus, wat je het zelf het mooiste vindt uiteraard. Maar ik denk als ik een rijtje zandsteen erop plaats, zodat het een wat meer ja, contrast geeft, zeg maar. Zodat het net wat mooier is. En dan vullen we de rest in met cyaan geharde klei. En dan kunnen we hier uiteraard ook nog even 1, 2, 3 raampjes maken. Hoeft niet, mag wel. Zo, deze kant ook. Oh. En dan was het voor dit. En dan gaan we beginnen met het dak. Dan doen we de blokstenen trap. Die zetten we tegen de bovenste laag aan. Oh. En dan is het gewoon net als een normaal dak. 1 om en om, op z'n kop, normaal, op z'n kop en normaal. Zo. En zo blijven we eigenlijk ja, gewoon doorgaan. Tot we het midden hebben bereikt. Volgens mij moeten we nog 1. Zo. Gaan we gelijk aan de andere kant beginnen. Deze kant. Zo. 1. Oh. 1. Nou. Die gaat hier. Zo. 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 Ja, dat was precies goed. En dan eentje gaat dan weer zo. Oké, en dan maken we het dak in principe gewoon weer lekker verder af. Ik zal dit even in de timelapse zetten, zodat het wat sneller gaat. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, nu we het dak hebben afgemaakt en aan de bovenkant kunnen wij dan even een laag zandsteen plaatsen. En dan een laag van de blokstenen platen. Even kijken, waar ben jij? En jij bent daar. Een bloksteenplaat eroverheen, hop. En dan is het dak hier helemaal af. En dan aan de zijkant plaatsen wij mooie zandstenen blokken. Zo. Maak hem gewoon helemaal lekker dicht. Hou het gewoon lekker simpel. Niet te moeilijk doen. Ja, gewoon lekker niet moeilijk doen. Hè? Zo. Deze komt hier. Daar. Die gaat hier naartoe. En dan de laatste gaat zo.
Dan pakken we even een paar mooie fakkels erbij. Zodat we wat kunnen zien. Op elke paardenstal plaatsen we ook even een mooi fakkeltje. En zo. Deze kant ook weer. Zo, zo, zo. Zo, zo. Hier aan de zijkant niet vergeten uiteraard. Oké, dan gaan we een paardenstal even mooi decoreren. We hebben nodig een hooibal uiteraard. Een drinkbak hebben ze nodig. Ja, ja. We hebben nu vier water en een ketel. Een ketel, zo heet dat. En dan kunnen we even met keien even een beetje de vloer aanpassen. Ik zou even één hokje even versieren. Dan kan je het een beetje zien hoe of wat. Gewoon lekker een bakje met water daar zo. Hier kunnen even drie hooibalen, net wat je wil. Een paar keien zo erin, hoppa. En nog hier even een paar, een paar hooibalen. Zo, zodat het een beetje op stro lijkt. Zo, hoppa. Nou, hekje weer dicht. En dan hier in het pad kunnen we natuurlijk ook even random keien leggen. Zodat het wat meer versierd wordt. Het is helemaal aan jullie. Hoe jullie het willen uiteraard. Maar ik zou zeggen, ja, doe jullie best. Zo, zo, zo. Dat gaat niet goed. Zo. Dit waren de paardenstallen. Je zou hier eventueel nog dicht kunnen maken. Ik laat het lekker open. En dan was dit het weer voor vandaag. Ik zou zeggen, abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En geef uiteraard weer de blauwe duimpjes omhoog. En dan zou ik zeggen, de mazzel.